Heb jij honger na een dag werken of leren? Ik altijd. Daarom heb ik eten thuis. Als ik niet genoeg heb, dan ga ik even naar de supermarkt. Of als ik echt lui ben, pak ik mijn telefoon en bestel ik online eten. Super easy. We zijn eraan gewend dat in onze tijd overal en op elk tijdstip eten te krijgen is. Datgene wat we nodig hebben om te overleven. Hoe komt het eigenlijk dat we zo makkelijk aan eten kunnen komen? Zo makkelijk als eten voor ons te krijgen is, zo moeilijk was eten te krijgen in tijdvak 1. Jagers en verzamelaars waren dag en nacht bezig met voedsel krijgen. Opeten, zoeken en dat ging het hele leven zo door. Eén foutje betekende het verschil tussen leven en dood. De ontdekking van vuur maakte dat wat makkelijker, 400.000 jaar geleden. Homo sapiens werden om 4 redenen machtiger. Mensen hadden namelijk licht, warmte, een wapen tegen dodelijke dieren en nog belangrijker, vuur leerde mensen bakken, koken. Vlees, potten en broden werden gemaakt. Waar een aap 5 uur per dag koud op rauw eten, kan een mens nu het eten verwerken in een paar minuten. De gevolgen van vuur waren gigantisch, maar het is niet de enige ontdekking in deze tijd. Op verschillende plekken, ongeveer tegelijkertijd, leerden mensen hoe ze steppengras konden bouwen. Dit is een heel langzaam proces geweest, stapje voor stapje. Toch komen onderzoekers er steeds weer achter dat het leven van mensen sindsdien steeds makkelijker is geworden. Daarom noemen we deze landbouwovergang een revolutie. Een gigantische verandering waardoor het leven van mensen helemaal is veranderd. De mens ging de natuur steeds beter begrijpen en gebruiken. Naast planten konden ze ook uit de voeten met dieren. Deze werden gedomesticeerd, dat betekent voor thuis gemaakt. Van de duizenden diersoorten zijn er maar een paar die echt gedomesticeerd kunnen worden. Dieren waar de mens door in leven bleef. En dan bedoelen we niet deze huisdieren. Rond 8000 voor Christus werden geiten en schapen gedomesticeerd. Niet veel later volgden ook kippen, varkens en runderen. Dat was om 3 redenen heel handig. Allereerst omdat er voedsel, vlees, melk en eieren van dieren af te halen viel. Je hebt materialen, een huid en wol. En je kunt spierkracht gebruiken. Dat zijn allemaal voordelen, maar helaas niet voor de gedomesticeerde dieren. Kippen worden in de natuur tussen de 7 en de 12 jaar. Gedomesticeerd worden ze vaak een blijvend gehandicap gemaakt, omdat het natuurlijke instinct en vaak de vrijheid van bewegen ontnomen wordt. Tussen een paar weken en een paar maanden klaargemaakt voor de slacht. In de tijd van de boeren was maar 2% van de aarde vruchtbaar genoeg om landbouw op te plegen. Tarwe houdt niet van rotsen, maar sapiens vonden eigenlijk altijd een oplossing voor ieder probleem. Niet genoeg grond? Dan branden we gewoon een bos plat. Zwak gereedschap? Mix anders metaal en tin, dan heb je ijzer. Te weinig water? Kom, we graven een kanaal zodat water naar de akker doet stromen. Zonder het ontstaan van landbouw waren alle uitvindingen die volgden nooit gedaan. Toen mensen eenmaal aan landbouw begonnen, verleerden ze langzaam hun oude levensstijl. Boeren raken gewend aan de luxe, niet te hoeven leven als jager en verzamelaar. Net zoals dat wij nu gewend zijn aan internet, mobiele telefoons, e-mails, wasmachines, allemaal dingen die ons leven makkelijker maken. Het kost minder tijd en het levert meer op. De manier waarop mensen samenleefden, de samenleving, veranderde mee. Boeren moesten bij de akkers en planten blijven, op één plek, in kleine dorpjes. Sedentair noemen we dat. Er kwam meer eten dan opgegeten kon worden en er kwam tijd, vrije tijd, verveling eigenlijk. Vrouwen konden in die tijd meer kinderen krijgen. Mensen gingen daarmee dingen maken met hun handen, nijverheid. Potten, manden en kleding, maar ook moeilijkere kunstwerken. Denk bijvoorbeeld aan Stonehenge. Andere mensen gingen nadenken over de zin van het leven. Of zichzelf specialiseren in een beroep. Arbeidsspecialisatie. Dat kan alleen als er zoveel eten over is. Hooray!